Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat het een grote daad is om mensen te geven wat ze verdienen binnen de defensieorganisatie. De redactie sprak haar na afloop van de huldiging en decoratie van burgerpersoneel en militairen. Het gaat volgens de bewindsvrouw om 182 jubilarissen die het verdienen om in de bloemetjes gezet te worden. Dat we datgene hebben kunnen doen voor mensen die lang gewacht hebben op hun, eigenlijk datgene wat ze rechtens moeten krijgen. En dat is soms een geldsbedrag, soms is het een gouden pin, soms is het een gouden medaille. En daar hebben ze jaren op moeten wachten. En wij hebben vandaag datgene wat in de wet staat moeten invullen, kunnen invullen eigenlijk. En het is nog niet helemaal afgerond, want er zijn nog wachtenden. Dus die gaan we ook moeten inhalen. Mathura zegt verder dat zij heeft gemerkt dat de collega's over het algemeen enorm blij zijn en het gebaar waarderen. Wij spraken sergeant-majoor Dunkley Jubitana, die gehuldigd is voor 25 dienstjaren. En met de gepensioneerde uit de groep burgerpersoneel, Marguerite Adeli, die zegt dat al het zware werk niet voor niets was. Meneer Paul zal een aantal jaren terug. Door, het is eigenlijk een achterstand, want zie je, 2016 moesten we die medaille krijgen. Maar door de achterstand hebben ze ons vandaag gegeven. Maar precies 8 mei, jongsleden, is het 33 dit jaar. Hè? Dus we moeten nog een medaille van 30 dit jaar krijgen. Het was heel fijn werken met de militairen van deze organisatie. Ze riepen me commandant Adde. Snap je? Omdat ik met alles meedeed. Veldwerk van de militairen. Ik was de interviewer op de afdeling, voorlichting. Daar moesten we naar BBZ gaan, Ajoko kazerne. Die trainingen, die militaire trainingen. Alles moesten we bijwonen. Ik moest het verslaan. En ik moest dan erover schrijven. Begrijpt u? Jawel, ik heb prettig met de militairen gewerkt in één woord. Jawel. Adeli zegt dat het niet altijd even makkelijk zal zijn om te werken binnen een organisatie. Doorzettingsvermogen en geduld zullen uiteindelijk een grote beloning zijn, stelt de gepensioneerde. De persoonlijke doorgroei en leermomenten maken je als individu ook sterker, besluit Adeli.